Kijk, daar gaan de pluisjes. Vind je het ook zo leuk om hier tegenaan te blazen? Het zijn net kleine parasutjes die wegzweven. Zie je me zitten tussen de grote bloemen? Ze zijn net zo geel als mijn truitje. Jullie weten vast wel hoe deze bloemen heten. Ja, paardenbloemen. In het voorjaar en de zomer staan ze vaak overal. En als de zon schijnt, staan ze naar ons te stralen. Bij regen of kou blijven ze dicht en dan zie je alleen een knopje. Heb je een paardenbloem wel eens goed bekeken? Ze hebben hele lange stengels, maar er zitten geen blaadjes aan zoals bij de meeste andere bloemen. De bladeren van de paardenbloem zitten onderin, allemaal bij elkaar. Ze zijn lang met een mooie vorm. De steel van de paardenbloem is hol. Als je hem afplukt, kan er een soort witte sap uitkomen. En als je dan in de steel kijkt, zie je dat hij hol is, een soort buisje. De gele paardenbloem heeft een heleboel losse gele bloemblaadjes die bij elkaar vastzitten bovenin. Maar hoe komen ze nu aan die kleine parachutejes? Paardenbloemen maken zaadjes nadat een bij op de bloem is komen zitten. De bloem gaat dan dicht en maakt kleine pluizige witte parachutejes. Dat zijn de zaadjes van de paardenbloem. En deze zaadjes zitten met een steeltje aan de bloem vast, net als die losse gele bloempjes in die grote paardenbloem. En als het dan gaat waaien of jij pakt de bloem en blaast er tegen. Komen ze los en zweven ze weg. Soms wel drie kilometer ver. Of ze blijven op je trui of jas zitten. En dan neem jij ze ergens mee heen, zonder dat je er erg in hebt. En dan komen ze daar weer terecht. Als die zaadjes dan op aarde komen, kunnen ze gaan groeien. Daar hebben ze natuurlijk wel regen en zon bij nodig. Anders kunnen ze niet groeien. Vallen ze op steen, dan kunnen ze niet groeien. Maar gelukkig heeft de paardenbloem een heleboel zaadjes. En als er dan een paardenbloem gegroeid is, begint het weer van voren af aan. De bij komt op de bloem, hij gaat dicht, hij maakt zaadjes, de zaadjes vliegen weg, vallen op de aarde. Zo groeit de paardenbloem. Maar waarom heet deze bloem nu paardenbloem? Ja, dat weten we niet precies. Er zijn mensen die denken dat het komt omdat paarden deze plant zo lekker vinden. Maar ook konijnen en andere dieren zijn er dol op. Ook staat er soms een heel veld vol met paardenbloemen. Maar waarom de bloem nu paardenbloem heet, weten we eigenlijk niet. De paardenbloem heeft ook nog andere namen hoor. Maar in ons land, in Nederland, noemen we het paardenbloem. Er zijn ook mensen die paardenbloemen bij het eten gebruiken. Ze gebruiken de bladeren als sla of maken er een sausje van. En de bloemen leggen ze dan op het bord als versiering. Vroeger gebruikten ze de paardenbloem ook als medicijn, als je niet zo goed kon plassen. Maar ja, dat was vroeger. Eigenlijk wel een hele bijzondere bloem, hè, die paardenbloem. Nou, ik ga nog een andere bloem zoeken en dan blaas ik de pluisjes weer weg. Want als je de pluisjes in één keer weg kan blazen, mag je een wens doen. Wat zou jij wensen? Ik zou wensen dat.